Surmac heeft gisteren haar tweede operator challenge georganiseerd. Op haar terrein aan de highway hebben 25 operators hun uiterste best gedaan om de verschillende taken uit te voeren. In twee rondes moesten de deelnemers hun behendigheid en hun precisie met tractoren tonen. Volgens directeur Patrick Perneu is het Caterpillar-merk al 80 jaar in Suriname en staan zij voor innovatie en duurzaamheid. Er gaat een winnaar komen of twee en vervolgens krijgen jullie de gelegenheid om naar Brazilië te gaan, om daar in de regio een competitie aan te gaan. Wanneer jullie daar ook als winnaar uit de bus komen, dan gaat het proces verder naar Las Vegas, waar jullie Global Wide zo een wedstrijd gaan moeten meedoen. Kijk, jullie zijn de belangrijke schakels bij de operatie van de machine. Vele mensen weten niet, de man denkt je soms, vroeger was ik ook zo hoor, maar denk je, wat zijn nou een operator? Wie schrijft kan bediening als je een auto kan opereren? Dat is een bepaalde vaardigheid, een bepaalde kundigheid die bij komt kijken. Dat die machine niet kapot gaat. Jullie weten allemaal als geen ander dat die krans makkelijk kapot kan gaan als je een handeling verricht als het verkeerd gaat. En ik denk dat we de operators met deze die event ook die extra waardering geven. Maar we zullen ook aan jullie directeuren zeggen hoe belangrijk jullie zijn in het geheel van het proces. Want, en echt waar, jullie moeten jullie zelf een applaus geven. Want het werk lijkt soms makkelijk, maar er is een bepaalde vaardigheid bij die. Tijdens de tweede Surmac Operator Challenge is Dennis Sumopawiro als winnaar uit de bus gekomen. De winnaar mag in maart 2022 Suriname vertegenwoordigen in Brazilië en Las Vegas.